Jullie nog vragen, chat? Nu is het moment. Ik wil wel nog even zeggen dat voordat jij weg moet, moet wel die 750 euro behaald worden, mensen. Want dan kan je gesigneerde schoenen winnen. Wat zijn het voor voetbalschoenen? Ja, zijn die groene giftkikkers. Ik weet niet of je ze hebt gezien al. Als je Feyenoord hebt gekeken afgelopen weekend, dan kun je ze vast wel... Een lekker lichtgevend. ...rondlopen op het veld. Precies. Lekker vuil. Ja. En de Drentse vlag staat erop. Wat wil je Nou... Met wie zou je een dag willen ruilen? Zo, wat een vraag. Een hele goede vraag wel. Ik zou wel een keer met iemand in een grote film willen ruilen. Gewoon één keer een filmset kunnen zijn. Gewoon één dag acteren. En dan zo'n rode loper en zo'n glitterjurk. Precies. En dan gewoon inderdaad de afterparty en alles een keertje meemaken. Helemaal die Hollywood lifestyle. Ja, dus toch, tenminste als je een keer naar zoiets mag. Of naar de, ik weet niet hoe het heet, TMF of MTV Awards. Dat zou toch gaaf zijn als je daar een keer heen kunt. Maar op zich, word je ook niet uitgenodigd voor gala's en zo? En voor... Ja, alleen ik kan meestal niet heen, want we hebben meestal gewoon een wedstrijd of training. Ja, ja, en je hebt denk ik ook wel een streng regime qua eten. En champagne zit er dan voor jou denk ik niet echt in op zo'n feestje. Nee, tenzij we kampioen worden, dan wel. Ja, dan wel, dan wel. Dan net zoals met de Formule 1 champagne Precies. showers. Ja. Ja. Mensen vragen, random. Favorite Taylor Swift song? Ja, ik ben echt een Swiftie. Ik ben echt een grote Taylor Swift fan. Dus mijn favoriete nummer is Cornelia Street. Oké. Dit is de... Midema featuring Evans. Was de username die dit vroeg. De chatter. Ja. Een fanclub. Yo, ik mag haar, zegt Mario. Sinds welke leeftijd speel je al voetbal? Ja, super jong, sinds ik 5 was. Maar ik heb altijd gevoetbald hoor. Ik heb voor de rest... Ja, ik heb natuurlijk mijn zwemdiploma's gehaald. En ik heb nog even gefietst. Maar voetbal was wel echt het allerleukste al. Maar dat was echt als klein kind, zodra jij kon staan, wilde je al... Ja, ik trapte altijd overal tegenaan. En mijn moeder was altijd heel zagrijnig. Want dan ging dus alles in het huis omver. Maar ja... Uiteindelijk was ze wel blij hoor dat ik voetbal heb gekozen. En toen dacht ze, die meid, die moet zo snel mogelijk op een sport voordat ze mijn hele huis afbreekt. Uit huis? Ja. Dus ja. Oeh, ja, dit vind ik wel een mooie vraag. Ooit de ambitie om voor Feyenoord vrouwen te spelen? Nou, Ashley, dat lijkt me wel. Ja, het is jouw vraag. Ik zal hem niet voor je beantwoorden, maar als ik jou zo hoor. Wat zei je? In de chat wordt gevraagd of je ooit de ambitie hebt om voor Feyenoord vrouwen te spelen. Nog één keer, je valt af en toe weg. Clip ik? Oh. Ashley vraagt of jij ooit de ambitie hebt om voor Feyenoord vrouwen te spelen. Ja, ooit in de toekomst wil ik wel heel graag inderdaad nog een jaar terugkeren naar Nederland om voor Feyenoord te mogen spelen. Maar ik heb gezegd, dan moeten ze wel een aantal wedstrijden in de Kuip gaan spelen, anders kom ik. Ja, ja. Maar misschien in goede navolging van Persie en Dirk Kuyt of Giovanni van Bronckhorst. Yes. Het kan in heel veel vormen, jongens. Precies. En het kampioenschap binnenhalen is wel heel mooi. Precies. Ja, ik hoor een dono. Ik hoor een dono. Ik kijk even naar de techniek voor wie ik het... Of ik het door. Wat is je favoriete snack? Leuke vraag. Ik hou heel erg van eten. Favoriete snack? Een bagel met pindakaas en jam. Wat goed. En dan pindakaas met stukjes of zonder? Met stukjes. Nice. En jou nou? Maar één? Ja, je krijgt er maar één. Ja, chips. En dan zeg maar bugles. Sweet chili bugles. En dan weet je met zo'n kok, zo'n spuitkaas ding, zo'n Danish chef. Nee. Ja. Ja, met tuinkruiden. Lekker. Ja hoor, ja, dat is echt. Kan je me echt wel voor wakker maken. Zeg. Ja, heel gezond weer dit hoor. Dit. Ja, ik ben het. Tenminste, ik wou ook eigenlijk eerst zeggen chips, maar toen dacht ik, kan ik niet zeggen. Ja, je hebt nog een soort healthy. Ja, nee. Nee, ja, ik denk, mijn kijkers weten wel, ik ben alleen maar aan het eten altijd op stream. Ik merk nu ook dat ik gewoon, eigenlijk heb ik ook snacky nodig. Het is alweer te lang geleden. Ik ook trouwens, want het is 5:30, dus het is zometeen inderdaad wel etenstijd. Tijd om te eten. Ja. Ja, ja, heb jij ook echt vaste tijden waarop je...
Nou, niet echt vast, maar ik heb vanmiddag om 1 uur ongeveer geluncht. Dan is het nu wel weer redelijk. Nou ja, best wel veel tijd ertussen. Dus dan heb ik wel weer honger. Ja. Ik eet ook de hele dag door, hoor. Dus. Oh, snackjes de hele dag door. Joeri, 31 euro voor de schoenen. Betekent dat we eraan zitten? Hallo? Oh, no. Ik moet... Oh. Oké. Okay. Nou, het goede nieuws is dat we het donutdoel hebben behaald. Dus yay. Jij mag schoenen gaan signeren. Ik weet niet of dat je ze daar hebt of in de buurt. Of dat dit later komt. We zitten al op 800, later. Ja. 800 euro, jongens. Joeri en Hartgaan, bedankt. Ik moet zometeen mijn eigen naam nog op mijn arm toevoegen. Die hangt gelukkig niet al om mijn nek. Dus die, je bent ook wel nummer 1 fan van jezelf, denk ik. Na je performance van vandaag. Je bent gewoon niet geworden. Eén keer, toch één keer. Na al die keren dat jij hebt gesleed, werd dat ook wel, werd dat wel tijd, ja. Nee, maar dit is een soort toch... ik wilde vroeger altijd al een naamketting. Maar dat was toen een beetje, vonden mensen ordinair. En nu, ja, ik ben 31. Doei. Als ik het wil, dan doe ik het gewoon. En zijn naam van mijn vader vond ik ook cool. Dus, ja. Groot gelijk. Ja, toch. Ja. Ze willen speciale aftertalk met jou. Ja, maar jongens, jullie kunnen nu gewoon vragen stellen. Nu is het moment. Ze wensen je sterkte morgen. En succes. Sterkte? Succes. Ik las het niet goed voor. Succes. Succes. And some English people in the chat that say they don't understand anything, but just watching. They're still tuned in. Yeah. You can still see me raise and do really well. So, okay. 800 euro's naar Warchild. Ja, jongens. Dankjewel. Super. Same. I don't understand anything, but I'm here for the VIF vibes. Geef ze een jantje, zegt de chat. Ja, precies. Geef ze een jantje. Trouwens, het was wel 5-0 al. Dus eigenlijk heb ik jou gewoon een jantje gegeven. Ja, 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 ja. Gênant. Wat vind je van het nieuwe tenue voor het WK? Voor het Nederlands elftal, denk ik. Ik heb het tenue zelf nog niet in het echt gezien. En nu net heel snel even langs de social media gegaan. Maar oranje is natuurlijk altijd goed. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe het eruit ziet als de mannen het aan hebben. Ja. Oeh, dit is wel een moeilijke vraag hoor, Stargazer. Ik weet niet of ze die wil beantwoorden. Nooit meer voor Arsenal spelen of nooit meer een EK-WK spelen? Oeh. Dit is niet echt, dit kan niet. Allebei heel graag nog. Ja. Maar als ik dan echt zou moeten kiezen, dan zou ik graag met Arsenal op het WK willen spelen. Oeh, kijk jongens. Kijk. Ja. Met alle Nederlandse meiden. Wat doe je in je vrije tijd? Heb jij nog vrije tijd? Ja, heel saai eigenlijk, ik wil niet studeren. Dus elke minuut die ik niet met voetbal bezig ben, ben ik eigenlijk met studeren bezig. Ik ben bijna klaar. Wat studeer je? Dus ik heb mijn master's gedaan in business en marketing. Oh, nou. Dus... Ja, bijna klaar. Ik ook. Oh, leuk. Ook marketingmanagement dan hier in Rotterdam. Oké, okay, ja, nee, ik ook via de Johan Cruijff University en de Open Universiteit. Dus ja, bijna klaar nu gelukkig. Het heeft best wel lang geduurd. Zo, dat is pittig, hé. Ja. Naast wat jij allemaal doet, dat is echt wel bizar. Ja, maar het is ook wel lekker, want als je thuis komt kun je even wat anders doen. In plaats van dat het alleen maar voetbal is, heb je een beetje focus. Nou ja, deze keer dan op school. Ja. En natuurlijk op een gegeven moment als ik klaar ben met school, hoop ik meer te kunnen doen voor work, die dingen. Ja, vet. In welke taal denk je? Ja, toch nog wel in het Nederlands, toch? Nou, ik droom in het Engels. Oeh. Dus ja, dat is wel... Als ik echt, ook als ik, nou ja, als ik een keer boos ben of als ik heel moe ben, dan ga ik eigenlijk automatisch naar het Engels. Dat is best wel raar. Echt? Oh, nou, dan is dat toch wel. Maar ja, als je dat overdag ook zoveel spreekt, studeer je ook in het Engels? Ja, ik denk wel. Ja, ja, ik studeer, alles is in het Engels. Ik praat natuurlijk thuis Engels. Als ik terug ga naar Nationaal, dan is mijn Nederlands wel oké. Maar ik heb altijd even 1 of 2 dagen nodig om weer up to speed te komen, zeg maar. Ook vooral met, nou ja, die jeugd van tegenwoordig. Met alle rare... Alle slang. Alle slang. Geen idee wat ze af en toe bedoelen. Maar ja, het is wel meer in het Engels nu. Maar je hebt nu toch totaal geen accent of zo? Of heb je voor jezelf wel dat gevoel? In het Nederlands? Ja. Nee, volgens mij ben ik sowieso wel redelijk ABN. Ja, heel. Dus, maar ja.
In het Engels heb ik wel iets van een accent. Ben ik meer Schots, dus ja. Ja, af en toe, ja dat is ook wel leuk, toch? Ja. Ja, daarom. Wil je later net als Sarine manager worden? Ja, ik zie mezelf wel ook later bijvoorbeeld trainer zijn. Misschien dat ik wel na het voetbal even de tijd nodig heb om niet in de voetbalwereld te zijn voor een tijdje. Maar ik ben ook bezig met mijn trainersdiploma's en dat zou wel kunnen gebeuren. Praat je thuis Nederlands met Beth? Nee, want Beth kan niet zo goed Nederlands. Dus het is eigenlijk heel veel in het Engels thuis. En af en toe als ik dan wat Nederlands erbij in probeer te... Ik kan hier jou. Zie, dit bedoel ik. Ik hoor jou. Ik versta jou wel. Ja, af en toe verstaat ze me. Maar als ik snel praat, dan snapt ze er niks van. Dus meestal in het Engels. Ik kom nu weer terug op de achtergrond. Jawel, ik snap het wel. Luistert dan niet meer, dus. Oh. Oeh, deze vind ik leuk. Wat staat er op je bucketlist? Op mijn bucketlist? Nou ja, eigenlijk kan ik niet wachten om te stoppen met voetballen, want ik wil heel graag reizen. Ja. Dus ja, dat is wel echt nummer 1, zeg maar, op mijn bucketlist. En dan wil ik eigenlijk, ja, ik weet niet, ik ben natuurlijk super saai af en toe, dus ik lees heel veel boeken. Saai, dus, is toch niet saai? Heb je ook de boeken gelezen van de 7 zussen? Nee, ik heb wel veel over gehoord. Er is me al heel vaak gezegd dat ik het wel moet doen. Ja, dus nou, die heb ik gelezen. En het lijkt me wel heel gaaf om dan te gaan reizen en al die punten te gaan zien. Ja. Ja, ik ben altijd helemaal eten gefocust, zeg maar. Als ik in een nieuwe cultuur of een nieuw land, dan wil ik gewoon alles proeven, echt zien. Foodie. Ja. Ja. Ja, dan zou ik niet naar Engeland komen als ik jou was. Wat hebben ze daar? Tenzij je beans lekker vindt, want jij... Nee. Dat soort ontbijt. Nee, dat is waar. Maar er is altijd overal wel iets waar ze echt excellent in zijn, toch? Dus het is vast wel iets. Nee, ja, Sunday roast. Okay. Is lekker. Of lemon curd of zo. Ja, cake. Ja. Victoria sponge. Ja. Zie je, er is altijd wel iets. Ja. Tot hoe laat hebben wij jou? Hoe laat moet je gaan eten? Volgens mij weer 6:30 ongeveer. Nog twee minuten. Wat is 6:30 bij jullie? Ja, 6:30. 6:30. Ja. Ja. Maar dat is bijna. Nog 2 minuten. Ja, klopt. Ja. Kom. Toast en beans. Ja, ja, daar draai ik niet helemaal warm van, moet ik zeggen. Heerlijk. Kijk je naar House of the Dragons? Staat bovenaan mijn lijstje. Dus als ik zo meteen klaar ben met studeren, dan... Mega aanrader. Ja. Echt fantastisch. Ja, ja. Oké. Heb je ook Game of Thrones gekeken dan? Ja. Ja, oké. Ja, ik was naar de... Ik was lucky genoeg om naar de première te mogen. Nou, echt. Ik zat echt... Wow. Die hele eerste aflevering echt helemaal hyped. Ja. Oh ja, nee, ga ik zeker kijken. Wie kookt er het meest bij jullie thuis? Jij. Durf je niet hard op te zeggen voordat je straks een flame krijgt. Gelukkig hoort ze niks. Maar ja, ik ben wel een beetje housewife, hoor. Ja, ja. Housewife materials, jongens. Jullie hoorden het. Ik krijg nu een aantal blikken, maar niet uit. Ja, ze heeft dus wel, ze voelt het gewoon, hè. Die oren die branden nu, dat het over haar gaat. Wil je zelf nog iets zeggen? Nee, ja, alleen dat ik heel blij was dat ik er vandaag bij mocht zijn. Ja. En bedankt allemaal voor het doneren en voor het meespelen. Heel leuk dat jullie mee hebben gedaan, maar was natuurlijk net niet goed genoeg. Nee, echt by far niet. Nee. Precies, nee. By far niet. Nee, maar ik vond het heel leuk. En ik ga nog even oefenen, zodat ik echt heel goed word. Ja, maar dan moet ik echt pro-gamers regelen, zodat je een beetje tegenstand hebt. Want ja, dit... Ja. Nee, dit was net niet. Dit was echt slecht. Je moet natuurlijk wel een beetje uitgedaagd worden. Je bent top, Vivianne, wordt er nog gezegd. Thanks for playing. Ze vragen of je Feyenoord gaat kijken straks. Ja, zeker. Ja. Gaat zeker aan. Ja. Je blijft mijn goat. Oh. Schattig. Leuk. Oh, iemand zegt... Vivi, bedankt dat ik met jou Mario Kart mocht spelen. Die kan ik van mijn bucketlist afstrepen. Oh, heel leuk. En ze wensen... Nou ja, dat is mooi om mee af te sluiten. Thanks en heel veel succes met alle wedstrijden. En heel veel hartjes. Dankjewel. En eet smakelijk. Ja, jij ook zometeen. En ik weet niet hoe ik hieruit moet. I think I need your help again, Ik moet denk ik switchen van...
Dat regelen wij, hoor ik. Dat dat geregeld wordt. Oké, okay, nou mooi. Okay. Nou, super. Dankjewel in ieder geval. En rustig aan allemaal. En dan laat ik jou nog horen wie jouw schoenen gaat winnen. Of nou ja, niet ik, maar dat komt wel. Komt goed. Komt goed. Dankjewel. Heel erg bedankt voor het meedoen en fijne avond nog. Yo, succes morgen. Doei. Doei. Dank je. Doei.